U maakt zo meteen kennis met Nico Pelet, die het boek dat hij hier vanavond na afloop voor kopers zal signeren, de titel meegegeven heeft: The General's Son, Journey of an Israeli in Palestine. Pelet, is mijn indruk, doet zichzelf met die titel tekort. Hij is niet alleen de zoon van een generaal, maar ook van een moeder die weigerde in 1948 het haar aangeboden huis te betrekken van een Palestijnse familie die uit Jeruzalem verdreven was. En Nico Pelet is de broer van Nourit El-Hanan Pelet, die haar dochtertje bij een Palestijnse zelfmoordaanslag verloor en die in reactie niet de moordenaars, maar haar eigen Israëlische regering als eerstverantwoordelijke daarvoor aanwees. De zoon van de generaal, kortom, is van meerdere kanten gevormd tot wie hij is. Hij beschrijft zijn werdegang tot Nico Pelet, de man die in eigen soevereiniteit zijn rode baret behaalde en teruggaf en die zijn militaire onderscheidingstekenen begroef. Verstaat u vooral ook de ondertitel van zijn boek, Journey of an Israeli in Palestine, niet louter letterlijk. Pelet bereisde inderdaad de Palestijnse gebieden, Palestina. Maar hij bereisde vooral de Palestijnse geschiedenis, het Palestijnse lijden en de Palestijnse frustraties. Maar ook hun dromen, hun wensen en verwachtingen. Maakt dat hem bijzonder? Wel beschouwd zou het niet bijzonder, maar gewoon behoren te zijn. Een geboortige Israëli die oog heeft voor wat miljoenen mensen, zijn buren, voor wat Palestijnen bezighoudt en beweegt. Een Israëli die in Palestijnen medemensen ziet, met wie hij zich door oneindig veel meer verbonden dan gescheiden weet. En daar schuilt, zo u wilt, ook de tragiek dat Israël vandaag de dag terechtgekomen is in een sfeer waarin zo'n instelling te vaak geldt als verraad. Dat het gewone, het inlevingsvermogen in de ander, in Israël bijzonder is geworden. Een sfeer waarin gevoelens van morele superioriteit leiden tot een niet aflatende reeks van daden, groot en klein, van morele inferioriteit. En waarin met minachting, afwijzing en zelfrechtvaardiging gereageerd wordt op zelfs de meest welwillende kritiek van buiten. Een mentaal ghetto, de vele duizenden Israëli's niet te nagesproken in en buiten Israël, die in Pelet's woorden hun eigen opvattingen herkennen, al is het maar voor een deel. Ik geef u één voorbeeld uit een oneindige rij van moreel verval. Mensen, Palestijnen, altijd maar weer bouwvergunningen weigeren en wanneer zij in weerwil daarvan toch iets bouwen, hen 7 dagen de tijd geven om dat eigenhandig te slopen en als zij dat nalaten, hen doen betalen voor de sloop die alsnog van overheidswegen wordt uitgevoerd. Pelet zal u straks ongeveer 1 uur meenemen op een persoonlijke reis door een aantal van de mythen die de Israëlische versie van de recente geschiedenis moeten schragen en die tegelijk als rechtvaardiging moeten dienen voor de onverzoenlijke, hardvochtige en zelfs ronduit provocatieve en sadistische houding tegenover het bescheiden en legitieme streven van Palestijnen naar een eigen staat. Na zijn lezing is ongeveer 1 uur uitgetrokken voor vragen van uw kant, daarin begrepen zijn antwoorden. En aansluitend zal Pelet, als gezegd, na een korte pauze zijn boek signeren. Pellets komst is gefinancierd uit crowdfunding. En namens de organisatoren wil ik grote dank uitspreken jegens allen, jegens elke geldgever, groot en klein, die met zijn en haar bijdrage de aanwezigheid en het verblijf van Pelet hier mogelijk hebben gemaakt. Ladies and gentlemen, the floor is for Mr. Pelet.